Ik ben Paula Jorritsma, wethouder in Woudrichem en ook inwoner van vestingstad Woudrichem. Onderdeel van de nieuwe en de oude Hollandse waterlinie. En ik ben blij met al die mensen hier in Woudrichem die ook warm lopen voor erfgoed. We staan op de top van de Martinustoren in Woudrichem. En Woudrichem is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. En trouwens ook van de oude Hollandse waterlinie. Dus die oude Hollandse waterlinie was er al veel eerder. En de nieuwe Hollandse waterlinie is in 1815 is men daarmee begonnen. En dat was een hele innovatieve methode om het land te verdedigen. Daar is slot Loevestein, onderdeel van de vestingdriehoek. En achter ons is Gorinchem, vestingstad Gorinchem, ook onderdeel van die vestingdriehoek. En aan de overzijde van slot Loevestein is Fort Vuren. En alhoewel het vestingdriehoek heet, maakt het ook onderdeel ervan uit. Dus het zijn vier elementen. Het is belangrijk omdat het onderdeel is van onze geschiedenis. Nou is die geschiedenis natuurlijk veel omvattender dan alleen maar die waterlinie. Maar die waterlinie was heel erg innovatief in die tijd. En het was ook een soort exportproduct, want we begonnen ermee in Nederland en het is later overgenomen door andere Europese landen. En het is ook iets wat bijzonder blijft. Ook als toeristen Nederland bezoeken, dan is het echt iets wat ja, zich onderscheidt. Je vindt dat in het buitenland niet. Maar momenteel speelt inderdaad het op de werelderfgoedlijst krijgen van die waterlinie. En daar heb je als bestuurder in één gemeente... En er zijn natuurlijk veel meer gemeenten bij betrokken. Wel een klein beetje invloed op. Dus die lobby die kun je natuurlijk voeren. En dat doe ik ook. Je moet belangen afwegen als gemeentebestuurder. Er zijn natuurlijk allerlei belangen in een gebied. En erfgoed moet je altijd bevechten. Ik merk dat eigenlijk iedere keer opnieuw. Dat het heel erg belangrijk is dat je dat weer op de agenda zet. En niet ergens onderaan of in een footnote. Maar echt bovenaan. Als je erfgoed wilt behouden, moet je er ook wel wat voor doen. Als je bijvoorbeeld het over de waterlinie hebt, waar we het nu specifiek over hebben. Die loopt door het landschap heen. Om de vesting Woudrichem bijvoorbeeld zijn wat men noemt verboden kringen. Vroeger mocht daar ook helemaal niet in gebouwd worden. Nou, tegenwoordig wel. Maar als het op de werelderfgoedlijst komt, dan zegt UNESCO, de organisatie die daarover gaat, zegt van ja, alles wat nu nog onbebouwd is, willen we ook graag onbebouwd houden. Om te laten zien dat dat open schootsveld ook heel erg belangrijk was. Nou, dat betekent dus wel een restrictie, een beperking op wat je daarin kunt ontwikkelen. En dat is een afweging, belangenafweging die je moet maken. Heel veel mensen... Schrikken ook wel terug van bijvoorbeeld de kosten die het met zich meebrengt. Of wat je kunt zien als belemmering, omdat je andere dingen niet kunt uitvoeren in een gebied. Maar het is een onomkeerbaar proces. Als je het erfgoed één keer weg is, komt het nooit meer terug. En heel veel mensen realiseren zich niet hoe gelukkig ze er eigenlijk van worden. Het koesteren van erfgoed, dat gebeurt dus door mensen. Dus erfgoed gaat over... stenen vaak, hè? Ook of elementen in het landschap, wat de waterlinie bijvoorbeeld is. Maar je hebt altijd mensen nodig die dat erfgoed koesteren en die erfgenaam zijn en het stokje weer doorgeven aan de volgende generatie. Dus we staan hier op de Martinustoren en hier vlakbij staat ook de torenwachter, Peter Baks. En nou, dat is zo iemand die zich over erfgoed ontfermt, die het koestert en die het ook wil verder brengen naar de volgende generatie. De vesting zoals die nu is, heeft al een beschermde status. Dus daar wordt in geïnvesteerd, in het onderhoud bijvoorbeeld. Dus dat gaat geen extra geld kosten. Je kunt het omdraaien, het gaat geld opleveren. Want zo'n Hollandse waterlinie, als die de UNESCO-status krijgt, gaat dat meer mensen trekken, meer toeristen. Kun je elkaar... wordt het versterkt, het product op zich. Dus we verwachten daar eerder inkomsten van dan dat het extra geld gaat kosten.